ben Joyce Korte, verpleegkundig specialist. En ik ben Wouter Roosink, physician assistant. We hebben een medische masteropleiding gedaan en we zullen hierbij staan tijdens dit traject. Je komt ons tegen op de polykliniek, waarbij we betrokken zijn bij de screening voor de operatie en kijken of je geschikt bent om de operatie te ondergaan. Verder zul je ons heel vaak tegenkomen net na het traject voor medische begeleiding, waarbij we kijken hoe gaat het met je. Gaat het goed? Meestal na een jaar of twee zal de verpleegkundige die zorg van ons overnemen. Ja, en verder kom je ons tegen op de afdeling, voor en na de operatie, te kijken hoe het met je gaat. Of je geen complicaties maakt en als het goed gaat, ga je vlot weer naar huis. Je kunt van ons verwachten dat we betrokken zijn bij de totale zorg. Soms is dat op de voorgrond, wanneer je een afspraak hebt bij ons op de polykliniek of wanneer we je ontmoet op de afdeling. Maar dat kan ook meer op de achtergrond zijn, waarbij we verpleegkundigen of artsassistenten begeleiden als zij vragen hebben over de zorg. De beslissing voor een bariatrische operatie neem je niet zomaar. Het is een dappere keuze, het is een zwaar traject, maar je doet het niet alleen. Wij kijken met je mee.